wat je in deze aflevering kan verwachten. Volgens mij zat dit hele dorp gewoon in het teken van die gebeurtenis toen. Ja, serieus. Want duizend jaar geleden, net iets meer dan duizend jaar geleden, is het dus gebeurd dat al die martelaren, die mensen die gemarteld waren, dus vermoord zijn. Wat is het hier in? Oh, jongens en meisjes. Toch nog gelukt. Oh, we zijn echt compleet gek dat we dit eigenlijk alsnog doen. Maar check it, we zijn binnen. Mijn naam is Govert, ik ben 19 jaar oud en ik hou van avonturen. Via dit programma kunnen jullie zien hoe ik samen met mijn vrienden de hele wereld ontdek. Elke woensdag en zondag om 5 uur 's middags kijk jij naar een gloednieuw avontuur. In dit avontuur bezoek ik een spookstad in Italië waar tientallen zwerfhonden rondlopen. Een stad waar nog maar amper mensen wonen. Een stad waar de kerken volstaan met doodshoofden. Een stad waar in het jaar 999 meer dan 1000 mensen zijn gemarteld en vermoord. Al deze huizen waar we doorheen lopen zijn dus allemaal leeg. Deze hier is leeg. Dit hier is leeg. Het is gewoon echt een complete spookstad hier eigenlijk. We zijn dus op zoek naar die tunnels waar dus al die graven in liggen. Deze hebben we dan ook later gevonden. En dat kon je zien in de vorige video. Maar we lopen dus nu ook gewoon door een gehele spookstad. Check hier, ook dit huis is weer leeg. Nummer 38, jullie zien het raampje daar ook gewoon openstaan. Super bizar dat er gewoon niks wordt gedaan in dit land aan al deze huizen. Weer gewoon een heel leeg huis. Super bizar. Oh, er is wel een hond. Bof! Een groot deel van de stad was verlaten. Ook stond er een oude kerk die een duistere uitschading had. Aan de bovenkant van de deur hingen namelijk skeletten en aan de muren hingen meerdere doodshoofden. Zo, terwijl we aan het zoeken zijn naar die tunnels komen we een heel aparte kerk tegen. We zien hier overal skeletten afgebeeld. En dit is echt de meest creepy voorkant die ik ooit heb gezien van een kerk. Volgens mij zat dit hele dorp gewoon in het teken van die gebeurtenis toen. Ja, serieus. Want duizend jaar geleden, net iets meer dan duizend jaar geleden, is het dus gebeurd dat al die martelaren, die mensen die gemarteld waren, dus vermoord zijn. Ja, het is heel raar dit. Het valt me echt af wat hier gebeurt. Ja. Het ziet er ook niet echt uit alsof hier nog mensen naar binnen gaan. Nee, inderdaad. Het ziet er gewoon, volgens mij is dit ook een verlaten kerk. We hebben net al superveel verlaten huizen gezien. Super bizar ook. Maar dus ja, meer dan duizend jaar geleden zijn hier dus heel veel mensen vermoord. Die dus zich schuil hielden in die grotten. Ik heb ook gewoon echt het idee dat niemand hier wil wonen. De enige mensen die we hier tegenkomen zijn oudere mensen. En qua woningen staan de meeste leeg. En dan komen we dit soort dingen tegen. Een super creepy kerk met skeletten erop en zo. Het is een gek dorpje of zo, hè? Echt een duister dorp dit. Hoe verder we door het dorp heen liepen, hoe meer we tegenkwamen. Uiteindelijk bedachten we ons dat het wel vet was om in de oude kerk te komen. We zagen ergens een opening die ons wellicht naar de kelders van de oude kerk kon leiden. Om deze oude kerk te kunnen bereiken moesten we eerst wel door een gebied heen waar een aantal wilde honden rondliepen. We besloten om een weg te zoeken naar dit gebied. Zou jij dit ook durven? Laat het weten in de reacties. Dit is een ingang. Er staat een hek voor. Maar volgens mij begint hier dat hele gedeelte van het verlaten klooster. Ik praat een beetje stil omdat dit verlaten klooster naast een kerk ligt die nog wel open is. Die kerk is een van de weinige plekken in dit dorpje die nog open is. Dus ja, ik denk dat dit de plek is waar we overheen gaan. Zo, oké. We zijn het hek doorgekomen en we zijn er. Oh shit. Oh joh, kijk hier. Fucking vet. Moet je eens kijken. Moet je eens kijken. Allemaal verlaten huizen hier. Het ligt hier helemaal vol. Fucking vet. Nummer 7. Nummer weet ik voor wie. Nummer 1. Hey. Gast, dit is echt een Call of Duty map of zo. Ja. Eerlijk. Kijk, het lijkt alsof hier een hele tank in is geknald of zo. Wow. Vriend, het is veel te ziek. Het gebied waar we rondliepen leek op een plek waar net een heftige oorlog was geweest. Heel bizar om te zien. Hé, hier woont volgens mij nog wel iemand. Kijk eens.
Daar wel. Hier is het ook weer afgesloten, maar aan die andere kant wonen wel de mensen, dus ze kunnen wel bekeken worden. Auto, auto, auto. Kijk eens. Het lijkt echt alsof hier oorlog is gevoerd. Alles is half afgebroken. De ramen staan helemaal kapot open. Super ziek. Hey boys. Zijn dit niet gewoon die woningen van vroeger, van die mensen die toen moesten vluchten naar die grotten? Of is dit, kan dit niet 1000 jaar oud zijn? Als je dit ziet, een metalen garage ding dan... Oh nee, dit is inderdaad, zo'n metalen garage hadden ze 1000 jaar geleden niet. Het staat wel een tijd leeg, denk ik. Hey, maar we kunnen hier wel naar binnen. Oké. Okay. Nou, het eerste huis waar we in kunnen. Het is daar zo dicht gemetseld. Hier zijn echt al jaren geen mensen geweest, dat is duidelijk. Hier een klein gangetje, maar dit stopt ook alweer. Jullie zien, we lopen echt door de struiken heen. Het is hier helemaal volgroeid. En we kijken hier, ja. Gast. Via daar, daar kunnen we het klooster in. Gast, gast. What the fuck. Oh, er leven honden. Jongens, we horen in één keer echt keihard honden blaffen. Oké, dit vind ik echt leuk. We zijn bang dat het zwerfhonden zijn en dat ze misschien hier wel zitten. Bijten die honden? Nou, dat weet ik. Mijn hart staat helemaal tekeer. Jij vindt het niet zo echt, fijn, ik hou echt niet om op deze plek zo rond te lopen en opeens honden achter je aan te krijgen. Ja. Je weet niet wat die beesten doen. Wie weet hebben ze ziektes bij zich en bijten ze. Zeker, ja. Ze komen steeds dichterbij, hè? Ja. Niet te rennen, toch? Boys, ik vind het echt niet relaxed hoor, die honden. Nee? Nee man. Maar wil je teruggaan? Ah nee, ik wil er sowieso in, maar we moeten even, ja. Misschien kunnen we achter het huis langs, dan hoeven we niet langs te honden. Ja, laten we doen. Hij loopt gewoon los. Dus... Loopt hij los? Maar wat was voor hond dan? Wat was voor hond? Hij was niet super groot. Hij was denk ik zo'n hond, maar... Hey, blaffende honden bijten niet, zeggen ze altijd. Ja, maar dat is een leuke uitspraak. Ja, maar als hij zo losloopt dan, en het is een wilde zwerfhond, dan ga ik... Dat is gewoon echt gevaarlijk. Dan weet je nog wat ze doen. Als dit zijn territorium is of zo. Ja. Maar ja, wat dan? Ja, we moeten hier wel naar binnen gaan, man. Laten we kijken of we er even heen kunnen lopen. Vanuit buiten. Of we gaan met z'n drieën, misschien als we met z'n drieën lopen, een beetje breed lopen, dat hoorde ik, dat kan soms helpen. Ja, dat is waar. Dat we hem dan... Laten we eerst even van bovenaf die hond scouten. Nou, hij loopt, ik zag hem gewoon letterlijk hier op dat veldje hier. Maar deed hij niks? Kijk, hij zag hij jou? Hij zag me, toen ik hem zeg maar, ik zag hem net zo langs dat muurtje komen, toen ging ik terug. Oké. Oké, nou, het is dus ongeveer zo'n grote hond. En ja, wat jij net ook al zei, dit kan zijn territorium zijn, in ieder geval voor hem. En dan wilde hij die beschermen. En als het een zwerfhond is, kan hij ook ziektes hebben. En als hij je dan bijt, ja, dan ben je echt de Sjaak. Andere kant, ik wil en zal het zien hier. Ja. Die hard hoor, Govert. Dus we kunnen gewoon denken, we lopen er als drie macho's heen. Hè? Een beetje die hond een beetje zo overheersen van, hè? We zijn niet bang. En dan... Ben je helemaal gek? Ja, we kunnen misschien wel eruit rennen, toch? Nee, die hond reed er niet uit. Oké, wij staan nu daar zo. En ja. Dit is dat hele verlaat gebied. En hier ligt het klooster. Ja, ik denk dat hier dat pleintje is waar die hond zit. Ja, dan moeten we dus gewoon wel echt langs. Willen we naar het klooster komen? Ja. Want wie weet kunnen we dus ook via dat verlaat klooster naar de ondergrondsgangen van het klooster wat nog open is. Ja, of gaan proberen om hier omheen te lopen. En dan kijken of we hier kunnen komen zonder dat we die hond tegenkomen. Want dit is gewoon een weg. Zo? Zo, hier zo en dan hier. Ja, dat kunnen we ook doen. Nee, we lopen nu wel echt richting die honden. Hé, hey, er zitten hier een in. Wat, een hond? Ja, ik hoorde hier van binnen ook een hond. Serieus? Nee. Ja, ik zweer het je. Echt waar? Ja, serieus. Zijn we nog een terrein, jongens? Ik denk dat hij achter een heks zit. Wat? Wat joh! Hij zit hierin! Holy shit! Oh mijn god! Ik loop hier langs een deur en dan heb ik keihard aan geluid gekomen. Maar er zit gelukkig een slot op. What the fuck? Gast, dat is één wild beest hoor. Gast, je hoort hem gewoon bonken tegen het hek. Ja. Er staan hier ook 3 tv's onder op de grond, overal, vanuit alle kanten horen we wilde honden blaffen.
Hier loopt er volgens mij ook gewoon eentje los hoor. Echt, met elke stap die ik naar voren zet, denk ik van wat zijn we aan het doen. Heb je de ingang? Check wat ik heb gevonden. Een ingang met een trap omhoog. Misschien kunnen we nu nog beter het gebied overzien. Oh, en dan kunnen we echt spotten waar we heen. Als ik deze video zou kijken op YouTube, zou ik echt zeggen, gasten, draai nou om. Ja, of mensen denken, gasten, stel je niet aan. Ja, nee hoor. Oké. Mooi joh. Oké, we zijn nu in een binnenplaatsje gekomen. Dit is echt gek hoor. Wat? Dit is raar jongen. Wat is er? Dit is zo raar. Het staat hier in één keer ook weer random een tv zo in een kamertje. Wat? Wat is dit? Opeens vinden we inderdaad gewoon weer een tv. Het is van een horrorfilm of zo. Maar in een van deze huisjes zat die hond net die we beneden hoorden. Dus ik ga niet aan die deur. Nee, doe maar niet. In het gebied. We hebben een plek gevonden waar we snel in kunnen gaan. Ik denk dat die honden hier niet in kunnen komen, dus dan zitten we toch nog redelijk safe. Nee, dit is hoog zat, dat kunnen ze niet springen. Deze steen ligt wel los. Dus... Zei je? Kijk dan. Zei je, Govert? Deze steen ligt wel los, man. Oh. Ik ga hem er niet afhalen, want hij ligt straks op mijn kop. Oh, jongens en meisjes, toch nog gelukt. Oh, we zijn echt compleet gek dat we dit eigenlijk alsnog doen. Maar check it, we zijn binnen. Dit is de binnenkant. Kan je daar verder? Oh shit, ja man, je kunt hier verder. Nu ik hier zo zit, denk ik, eigenlijk zijn we alsnog gewoon compleet gestoord bezig. We zagen net al dat al die honden ook gewoon in die verlaten huizen zaten. En nu gaan we zo'n huis in. Wie weet, ligt hier ook gewoon zo'n hond. Ja, we horen hem nog niet inderdaad, maar ja, je weet maar nooit. En ze zagen er niet zo vrolijk uit. Maar ja, we gaan lekker naar binnen, want ik moet in ieder geval eens een huis hebben gezien. Hier gaan we dus nooit meer omhoog kunnen, dus we zitten even manieren te denken. Ja. Ja, zodat we in ieder geval weten dat als we hier ingaan, dat we weer naar boven kunnen. En we kunnen hem als een rotsblok hier optillen, maar we zien hier ook een paal liggen. En die kunnen we hier ook wel schuin tegen de andere kant. Ja, precies. En dan kunnen we via die paal. Het is trouwens ontzettend hard gaan regenen ondertussen. Check it. Right. Oké. Okay. Gewoon laten gaan? Ja. Kom maar, hij komt hard omhoog, hè? Right, oké. Okay. Yes! Ja, het is iets, maar we hebben ook wel een steen nodig hoor. Ja, mooi. Nou ja, het is een dun paaltje. Nee. Toch wel voor de zekerheid. Yes. Oké, we laten gewoon zoveel mogelijk stenen en gooien we hier naar binnen. Zo, kijk dan. Helemaal verlaten. Daar een doorgang nog naar onder toe. Shit man. Oké dan, zo. Misschien wel vet om hier even in te gaan. Ik sta alleen wel in mijn eentje hier in het huis. Robin en Bart staan even buiten te wachten op mij namelijk. Fuck it, ik ga het gewoon doen. Oké. Okay. Holy shit, mensen. Zo, dat gaat nog verder. Oké, okay, nou ja, ik ga niet verder dan dit. Ik ben even dit stukje gaan lopen. Ik vind het nu wel mooi. Kijk eens hier, wat voor oude spullen hier allemaal liggen nog. Hier een oude koelkast. En na deze ontdekking was helaas de accu van mijn camera leeg. Deze dag was dan ook klaar. We hadden veel gezien en het was tijd om naar huis te gaan. Vond je dit nou vet? Laat dan sowieso even een like en een reactie achter. En abonneer je natuurlijk op mijn kanaal voor meer avonturen. Tot de volgende video.